Ik ben Auke Kuus. Ik ben de vader van Nick. Ons team is Riding for Nick. Wij hebben 5 fietsers hebben we dit jaar voor de hele week. 3 weekendhero's. En dat zijn extra leuk. Dat zijn 3 vrienden van Nick. 3 jeugdvrienden, allemaal in de leeftijd rond 18 jaar. Dus dat is voor Nick extra speciaal dat die fietsen. Dat vinden wij als ouders natuurlijk fantastisch. Dat hij ook een groep vrienden om zich heen heeft die dus zeg maar leuke dingen met hem gaan doen. Dus ja, hij is nu 18,5 is hij en ja, hij begint zich nou echt te ontplooien. En ik ben super trots op hem. Als ik zie wat hij allemaal niet kan met zijn ziekte en hoe positief hij dan in het leven staat, ja, daar kan ik alleen maar een diepe buiging voor maken. Want dan hoor ik soms mensen zeiken en dan denk ik bij mezelf, ja, waar maak jij je eigenlijk nou druk om? Kijk eens naar hem en leer van hem. Hoe hij gewoon ondanks al zijn beperkingen toch het beste ervan maakt. Ja, daar ben ik heel trots op. Vragen altijd aan mij, hoe is het met Nick? En het eerste wat ik altijd zeg, Nick is gelukkig. Daar heb ik zoveel respect voor bij deze jongens. Dat ze ondanks hun ziekte en hun beperkingen toch gelukkig zijn. En ja, dan is het juist extra belangrijk dat we hier met z'n allen ons beste beentje voortzetten. Om zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen. En daarom is ook iedereen die hier is hier ook gewoon geweldig. Of je nou vrijwilliger bent, begeleider of fietser. Of maar 3 dagen fietsen of 7 dagen of 100, dat maakt allemaal niet uit. We brengen geld binnen voor het goede doel en dat is echt fantastisch. Zelf ben ik vanaf 2016 betrokken, actief als vrijwilliger, begeleider. En dit is het tweede jaar dat ik fiets. Ja, het is hier, Duchenne is weer thuiskomen en gisteren gezellig weer onder de tent gezeten met z'n allen. Een biertje, een grapje, een golletje. Even bijpraten en als Duchenne vader is het natuurlijk extra leuk om andere Duchenne ouders te spreken. Hè? Kom op, we gaan er weer tegenaan. Ja, dat is fantastisch. Dus ook erg veel zin weer in deze week. We gaan lekker fietsen en we zien wel wat Schipstrand.